chutney is een gekookt gerecht. En ik maak het meestal van fruit. Ik heb dus vandaag een appelchutney. En daar zitten weer die kruiden in die bevorderlijk zijn voor het wegwerken van afvalstoffen. Zwarte peper, rode peper, komijn, koriander, kaneel ook een hele goede. Ik ben in dit restaurant terechtgekomen gewoon omdat dit Sidderdorp aan het ontstaan was. En daar was ik erg enthousiast over. Ik ben sowieso erg enthousiast over de transcendente meditatietechniek. Wat die doet voor mezelf, voor andere mensen, in een groep beoefend. En ik vind koken leuk. Paniersnitzel heb ik in het dagmenu. Panier is een eigen gemaakte jonge kaas. Zoals Hutekezen bijvoorbeeld een jonge kaas is. Panier die maken wij door. Ja, ik zet 20 liter melk op, maar thuis zet je natuurlijk maar 1 liter melk op. En dan doe je 1/3 liter yoghurt bij als het kookt. En dan zie je dat die melk gaat schiften. En dan haal je de stukken er dus uit. Die doe je even in een vergiet of in een zeef. En die laat je een nachtje staan uitlekken. En dan heb je een mooie ronde panier. En die kun je in stukjes snijden. Dus het is maar 1 nacht, vandaar dat het een Hutekees is. Het is echt een hele jonge kaas. En daar kun je weer van allerlei smaken aan geven. Wat is de filosofie van het vegetarisch restaurant? Mensen gezond eten geven, zodat je dus gezonder eruit gaat dan dat je erin komt, bij wijze van spreken. Want eten is eigenlijk net als een medicijn is voor je. Je kunt verschillende dingen eten, waardoor je lichaam zich kan herstellen van dingen die het heeft opgelopen die eigenlijk niet helemaal moesten. Dus eigenlijk is de bedoeling om mensen zo gezond mogelijk eten te geven, zodat je niet alleen je lichaam, maar ook je geest zo snel mogelijk vooruit kan gaan. Want lichaam en geest zitten natuurlijk aan elkaar vast, zoals vier poten van een stoel aan elkaar vastzitten. Basilicum is een plant die desinfecteert. Als je die in je kamer zet, dan gaan de bacteriën op de loop. Die denken, hé, dat is veel te zuiver. Ook als je basilicum in je eten doet, krijgt het een hele andere smaak. Tomatensoep met basilicum smaakt stukken lekkerder, fijner, dan een tomatensoep met een ander kruid erin. Met kervel is ook wel lekker, maar met basilicum, dat is het helemaal af. Je kookt voor mensen die de transcendente meditatie beoefenen. Dus welke kookregels zijn er? Zoveel mogelijk kleur, zoveel mogelijk vers, zoveel mogelijk verschillende smaken, zoet, zuur, zout, bitter en samentrekkend, dat die in één maaltijd zitten. Lang niet iedereen die begint met mediteren, of eigenlijk bijna niemand die begint met mediteren, is vegetarisch. Ze eten gewoon ook vlees, maar als ze dan langer mediteren, verandert hun smaak. En dat vind ik altijd heel grappig. We hebben vaak mensen die van buiten afkomen en die het hier erg gezellig en erg huiselijk vinden. En dat vind ik een heel belangrijk punt, dat het huiselijk is. Je kunt hier ook met je kleine kinderen komen, speelhoek erbij, weet je wel. Dan kun je gewoon langskomen, dat is altijd heel leuk. Dit is de verse koriander. Als je je afvraagt, waar kun je die in godsnaam in Nederland krijgen? Bijna alle Turkse winkels hebben verse koriander. En die Turks of Marokkaanse winkels, ik weet nooit precies wat het zijn, mag ik hun natuurlijk niet vertellen. Maar daar kun je dus koriander en munt en basilicum heel goed krijgen. Ik zou niet ergens anders willen wonen. Ik ben geboren in Amsterdam, hele leuke stad om een keer boodschappen te doen, maar veel te druk. Het is hier rustig. Hier kun je de musjes horen chillen 's ochtends en de merels zien vliegen en de lijsters horen zingen. En dat is fantastisch, want natuurlijk, het is niet alleen voor de mensen dat je die rust creëert, ook voor alles, alle dieren en planten enzovoort wat groeit, creëer je dus een bepaalde atmosfeer waarin ze goed kunnen gedijen. En dat maakt het heel fijn.